Ruben Marnik. Ik kom vandaag naar Gent voor een afspraak met Nathalie Jermienko. Ik ben hier eigenlijk voor mijn thesis. Mijn thesis gaat over dieren kweken. Hoe we kwalitatief dieren kunnen kweken met behulp van technologie en media. Ik vraag me eigenlijk af hoe een expert als Nathalie hierover denkt. Want het is eigenlijk een probleem geworden vandaag. Bijvoorbeeld konijntjes worden vandaag grootgetrokken op basis van brood en water. En daardoor krijg je eigenlijk afwijkingen. En zieke dieren, en dat zou eigenlijk moeten vermeden worden. Dus ik ben eens benieuwd wat zij te zeggen heeft. Ik kan dat eigenlijk samenvatten in één woord. Wauw. Daar kwamen zoveel ideeën uit, dat houd je niet voor mogelijk. Ik was het vooral bezig op het verbeteren van kwaliteit bij de verkoop van dieren, van konijnen in mijn geval. En zij zegt van, waarom zou je eigenlijk kwaliteit... Allee, waarom zou je dat bij de verkoop dingen gaan vastleggen, normen gaan vastleggen? Je kunt beter als kweker eigenlijk een meerwaarde aanbieden. Stel nu bijvoorbeeld dat je je konijn gaat implanten, een chip implanten. En je laat dat konijn dan rondlopen in het park. En door er verschillende lasertjes bij te zetten, zou je konijn in één keer een conversatie kunnen aangaan met u. Op die manier wou ze eigenlijk... het konijn of de dieren uit de hokken halen en op die manier buiten zetten en eigenlijk het dier met u laten praten. Dat vond ik wel heel interessant, want mijn huiswerk wat ik nog heb meegekregen, ik kan straks nog mijn konijnenkot opkruipen en ik kan een videoconferentie nog gaan klaarleggen voor nog verder met haar te babbelen, want het verhaal was zeker nog niet gedaan. We zaten nog maar aan de helft toen we onderbroken werden. Ik heb een hele andere kijk nu gekregen op de zaak, waar ik eigenlijk vanuit zakelijk perspectief keek. Kijk ik nu eigenlijk de hele andere kant uit, meer naar kunstenaarsperspectief, en dat vind ik wel heel interessant. En dat gaat zeker wel een voldoende stof zijn voor de 2 uur naar huis in de trein. Dus ik ben benieuwd wat er nog gaat uitkomen. Ik ben naar hier gekomen omdat ik het werk van Nathalie Jermienko redelijk interessant vind. Omdat ze bepaalde ecologische problemen gaat aankaarten door daar echt een persoonlijk probleem van te maken. Dus jij kan als persoon een voorstel doen of een probleem voorstellen. En dan gaat ze in een schijnbaar standaard opstelling, cliënt, consultant, dat probleem proberen oplossen. Ik vind het interessant dat ze dat een beetje omdraait, die standaardverhouding, door eigenlijk het terug te spelen en te zeggen of bepaalde handelingen voor te stellen waardoor dat je je probleem zelf kan oplossen. En ik denk dat ik meer geïnteresseerd ben in de methodieken hoe dat ze dat probeert op te lossen en dat ik daarom vandaag een probleem kom voorstellen. Ik heb 2 opdrachten gekregen van Nathalie. Ik had 2 problemen. 1 probleem is dat ik op 2 plekken woon en daardoor niet op tijd mijn vuilnisbakken vol krijg voordat het begint te stinken. Dus dat was een probleem. En zij heeft een aantal voorstellen gedaan om daar een oplossing voor te vinden. 1 voorstel was gedurende een paar dagen mijn vuilbak weg te nemen en te filmen wanneer dat ik iets in die vuilbak wil gooien en wat ik dan uiteindelijk met die afval aanvang. Een tweede ding was om te visualiseren hoe dat ik omga met afval, met eten en hoe dat zowel mijn vuilbak als mijn vriend een rol spelen in dat ecosysteem. En het derde ding dat ik aan haar voorgelegd heb is dat ik heel graag in bad ga, omdat ik daar altijd mijn boeken in lees en ik anders te weinig boeken lees. En, dus ik wil daar niet mee stoppen. En zij heeft voorgesteld om dat badwater te hergebruiken voor een soort vijvertje in de buurt. Dus dat laten afvoeren bijvoorbeeld naar een vijvertje in de buurt waar een nieuw ecosysteem kan tot stand komen. Misschien met kikkers, hè, maar dat moesten we nog een beetje zien. Dus ik moest nu beginnen documenteren waar in mijn buurt daar plek voor is.